Dit is echt het liefste ooit. Ik moet zeggen, ik kwam net even tot het besef. Ik ga dit echt doen, want ik sta hier naakt. Ik merk ook wel aan haar dat ze wel een bikkeltje is. Hi. Aan het werk. Ik ben niets aan het maken en ik weet ook niet echt wat het is. Goedemorgen jongens. Alaya eet lekker een broodje. Het is maandag, een nieuwe week. Ik ben uiteraard aan het vasten. Lekker schatje. Nou, ze likt haar vingers erbij af. Wil je drinken? Ja? Jongens, Alaya is eten aan het maken voor haar knuffel. Dit is echt het liefste ooit. Ze gaf net ook echt, zeg maar, hapjes aan haar knuffel. Wat kom je doen? Oh, gaan jullie even daar eten? Oh, kom je mama een hapje brengen? Alaya, geef het. Hallo, hallo. Alaya. Geef. Nou, je hoort het. Als jij de vloer wil kammen of borstelen, dan moet je dat zelf weten, mop. Maar het heeft niet heel veel zin. Ik ben boodschappen aan het doen met Alaya. Ik moet zeggen, ik kwam net even tot het besef dat deze Ramadan me best wel makkelijk eigenlijk afgaat. Tenminste de afgelopen dagen had ik het niet mega zwaar. Weet je wat altijd zo leuk en apart is van Ramadan? Je streeft gewoon de hele dag toe naar het eten. Je bent gewoon de hele dag bezig met boodschappen doen, koken en dat het eten dan op tijd klaar moet zijn. En dan, het eten is echt het momentje van de dag. Ik zet even de camera neer. Dat is echt wel, wel leuk, vind ik. Vanavond hebben we weer Alaya dag. Ik zei van, nou weet je, ik kook deze week wel. Kiara die had heel erg zin in Sikra burek. Het is een soort van gefrituurde burek. Dus dat ga ik maken. Dan ga ik linzensoep maken, gehaktballetjes en kasser. Dus we zijn even boodschappen aan het doen. En dan ga ik zo meteen gelijk beginnen met de dingen die ik alvast kan doen. Zoals kasser, ja, dat is een koud gerecht, dus die kan ik alvast gaan maken. En ze waren natuurlijk hartstikke jaloers allemaal op die Raffaello toetjes die ik gisteren voor mijn tante en nichtjes had gemaakt. Dus die ga ik vandaag weer maken. Ik weet dat ik iets ben vergeten bij mijn boodschappen, want net was ik naar de Albert Heijn. En toen reed ik weg. Toen dacht ik, shit, ik ben iets vergeten. Moest ik naar de Turkse winkel, dacht ik, oké, als ik bij de Turkse winkel ben geweest. Dan ga ik even langs de Jumbo. Maar ik weet, ik ben nu bij de Jumbo en ik weet gewoon niet meer wat ik moest hebben. Ik kom er gewoon niet op en ik wil niet nu naar huis en dat ik het dan wel weet. En dat ik dan weer terug moet. Nou jongens, ik ben klaar. Ik heb jongens opbouwen. Sigra burek, kusser, gehaktballen. Niemand liet het scheten hoor, dat deden ze expres. Gehaktballen met tomatensaus en linzensoep. Iedereen is inmiddels weer weg. Altijd als ik kook, vlog ik ook gewoon niet. En dan ben ik gewoon helemaal bezig met koken. Ik zit ook letterlijk net pas. Iedereen is net weg. Ik ben vanaf 5 uur in de middag bezig geweest met het eten. En daarna zelf eten en daarna opruimen. Dus ik ben eigenlijk echt kapot. Maar ik ga nog even wakker blijven. Zolang ik mag eten. Ik ga nu even een theetje maken. Een muntteetje. Ik had vandaag munt gehaald. Ik heb dat zo lang niet gehad, muntthee. Dus ik heb er echt zin in. Even een muntteetje maken en lekker op de bank zitten, tv kijken. Heerlijk, echt waar. Het is echt een bende eigenlijk in huis, maar de schoonmaker komt morgen. Dus ik kan nu wel alles helemaal gaan opruimen, maar ze komt toch morgen. Heerlijk jongens. Goedemorgen, het is vandaag... Oh, ik heb de raam opengelaten. Ik denk al, wat is het ineens koud. Het is vandaag woensdag. Ik ben helemaal soort van gedesoriënteerd. Even dit dicht doen, want ik sta hier naakt. Zo.
begonnen. Het is vandaag woensdag. Ik ben net wakker. Gisteren heb ik niet gevlogd. Ik ga in ieder geval nu even Alaya's melk maken. Ze is net wakker. Alaya is ziek, by the way. Gisteren was ze naar de opvang en toen heb ik haar vroegtijdig opgehaald. Omdat ze hadden gebeld dat ze dus koorts had. In de ochtend merkte ik wel dat ze haar melk niet had gedronken en dat ze een beetje hoestte. Maar ik wist toen nog niet dat ze echt ziek was. Maar goed, dat bleek dus later. En toen heb ik haar dus opgehaald. Op zich ging het wel oké. Ik merk ook wel aan haar dat ze wel een bikkeltje is. Ze probeerde ook wel echt soort van vrolijk te zijn en wel het beste alsnog van haar dag te maken. Maar ze was wel echt ziek. Dus ik ga ervan uit dat ze vandaag nog wel een beetje off is. Eigenlijk zou ze vandaag ook naar de opvang gaan, maar ik heb haar uiteraard niet daar naartoe gebracht. Ik zou wel vandaag gaan sporten en ik heb een afspraak. Dus Marvin's moeder, haar oma dus, die is vrij vandaag. Dus ik ga haar denk ik zo meteen even daarheen brengen, een paar uurtjes. Zodat ik dat even kan doen en dan kan ik daarna weer lekker met haar gaan knuffelen op de bank. Mijn gezicht voelt echt zo vies aan. Ik had een masker opgedaan die ik de hele nacht heb opgelaten, maar dat heb ik nog niet afgehaald. Ja, dus ik ga mijn dag sowieso beginnen met sporten. Dat is het eerste wat ik zo meteen moet doen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb natuurlijk in het weekend al gesport tijdens het vasten, maar nu ben ik al een paar dagen natuurlijk aan het vasten. Dus ik ben benieuwd of dat anders is. Ik ben wel vannacht opgestaan om te eten. Meestal sta ik niet op. Omdat ik niet zoveel door mijn keel krijg op de tijdstip. En ik slaap gewoon liever dan dat ik eet. Maar vannacht ben ik wel opgestaan. Ik heb toen een smoothie gedronken en een broodje ei. Dus ik ben heel benieuwd of dat echt verschil gaat maken. Hallo schatje. Hoi. Ben je weer wakker? Nou, ze drinkt in ieder geval wel haar melk. Gisteren heeft ze echt in de ochtend en in de avond haar melk niet gedronken. Dus dat is alle vooruitgang. Mooi meisje, kom. Laten we gaan. Oh, je jas. Mama vergeet gewoon je jas. Wat stom. Lekker naar oma. Lekker bij oma chillen. Ik ben er. Ik heb trouwens dit setje aan van I Can I Will. Zo'n blauwe. Time to sport. Hi. Aan het werk. Personal trainer en cameraman, wat wil je nog meer? Ik zag, ik ben personal trainer en cameraman. Carrière switch. Dus ik ben klaar met sporten. Ik ben echt kapot. Wat ik dus zo fijn vind van die trainingen bij David, is dat hij gewoon een half uurtje high intensive trainingen doet. Waardoor ik niet uren aan het sporten ben, want daar heb ik gewoon geen zin in. Dus een half uurtje intensief heb ik echt veel liever dan een uur lang normaal, zeg maar. Dus ja, was een fijne training, dat wel. En nu ga ik even naar een afspraak. Ik moet heel even wat ophalen. En dan ga ik daarna Alaya ophalen. Ik ben snel onder de zonnebank gegaan. Ik dacht, ja, voordat ik Alaya ophaal, dan heb ik dat ook gehad. Ik ga nu even snel boodschappen doen. En dan ga ik Alaya ophalen. Oké, jongens, ik ben inmiddels alweer even thuis. Ik heb even een dutje gedaan. Marvin is er nu ook. Met Alaya. Die heeft haar uiteindelijk gebracht in plaats van dat ik haar ging ophalen. Hij blijft hier ook eten. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, Alaya's koorts, we hebben net opgemeten, is iets omlaag gegaan. Dus dat is goed. Ik ga nu even beginnen met het eten, want het is inmiddels al... Waar is mijn telefoon? Hier, 7:30. Dus over een uurtje mag ik eten.
Dus als ik nu ga beginnen, dan ben ik nog op tijd, denk ik. Oh my god, kijk hoe lekker. Heerlijk. Dit recept staat trouwens al op mijn kanaal. Daar had ik een kookvideo toen van gemaakt. Heerlijk. Oh, dit is zo lekker. Aardbeien met suiker. Oh. Oké, ik ben boven. Ik ga nu even een paar uurtjes slapen en dan weer wakker worden om te eten. Ik doe dat dus normaal nooit. Ik heb afgelopen nacht heb ik dat gedaan, dat ik ging wakker worden. Want ik weet nog van voorgaande jaren dat ik gewoon elke keer als ik dan ging wakker worden, kreeg ik gewoon echt niks door mijn keel. Maar gisteren lukte dat nog wel. Dus ik wil dat vandaag weer proberen. En ik heb nog falafel en sla en zo. Dus dan ga ik even een salade maken, denk ik. Anyways, ik ga dus nu even 4 uurtjes slapen. En dan wakker worden om nog even te eten. Nou, het is nu 4:30. Ik ben niets aan het maken en ik weet ook niet echt wat het is. Ik ging gewoon even kijken naar wat ik nog over had. En ik had nog falafelballetjes. Dus ik heb snijbonen gebakken, tomaat, falafel. Ik weet niet of het überhaupt gaat smaken. Ik heb aromat erop gedaan, maggiblokje. Ik weet het allemaal ook niet. Ik ben benieuwd, jongens. Een soort warme salade of zo. I don't know. Oké, jongens, het is klaar. Ik ga hierbij een smoothie drinken, zodat ik mijn vitamine binnenkrijg. Ik weet niet of dat een hele goede combi is. Maar goed, ik heb ook niet super lang meer. Volgens mij mag ik tot... Even kijken hoor. 5:03. Dus ik heb nog ongeveer 20 minuten.